Goedenavond, welkom op deze persconferentie na de bekerwedstrijd tussen Gent en Oostende. Eindstand 2-2. Zoals gewoonlijk praten we even na met de beide coaches. Nadien is er nog mogelijkheid om extra vragen te stellen. We luisteren eerst naar de analyse van de bezoekende coach Gert Verheyen. Jouw analyse alsjeblieft. Maar ik denk eerst en vooral dat je zo'n scenario niet kunt verzinnen op voorhand. Hè. Je houdt met van alles rekening, maar daarmee niet natuurlijk. Ik denk ook dat op de een of andere manier is dat eigen aan bekerwedstrijden. Dat zie je, dit scenario zie je maar zelden of nooit in een gewone competitiematch. Het heeft de match natuurlijk zwaar beïnvloed. Of dat het allemaal terecht was of niet, ik kan het moeilijk zeggen, omdat je dat achteraf moet bekijken. Maar goed, het is wat het is. Ik denk dat wij, ben op zich wel tevreden. Het is alleen zo, ik ben niet zo tevreden over... Over hoe dat je een wedstrijd managt, dat je met één man en met twee man meer komt op een gegeven moment. Die rode kaart van Arie, dat is van een kaka. Dat is stom natuurlijk, want als je met twee man meer blijft, dan is er veel meer mogelijk. Goed, ik besef ook wel, als we dat voordeel niet hadden gehad van één of twee man meer, dat we hier waarschijnlijk ook geen gelijkspel uit de brand hadden gesleept. Dus op zich ben ik wel tevreden met dat resultaat. Maar je moet in het voetbal je momenten pakken als de momenten daar zijn. En dat is een kans die we hier vandaag hebben laten liggen, omdat volgende week terug 11 tegen 11 is. Dankjewel Gert Verheyen voor jouw analyse. Dan luisteren we naar de analyse van de coach van AA Gent, Jes Torp. Your analysis please. For me, a very strange game. I think this is one of the game that makes the coach a couple of years older after 90 minutes. After talking with the team before the game and say this is one of two and we have to be clever in decision, and then after a perfect start, 1-0 up, and then within a couple of minutes make two mistakes, almost an own goal and a red card against, and then even one more red card, meaning we have to play with two men less. This is for me unbelievable that can happen. But after that, I have to say I have to give the biggest credit to the team, even with two men down. They still believed in winning the game. They tried to play. They took their runs. They tried to create chances. We even got the 2-1. But again, after that, again 2 minutes, and then we thought now we have to defend instead of continue doing what we were good at. And then we conceded one more goal against. So of course, this was not what we hoped for. We are still alive. And that is the positive things. We could have lost the game today. But there's still a chance. There's another game in Oostende and we know it will be difficult, but we have a chance. That's the positive thing. Thank you. We houden het hierbij voor het intern televisiecircuit. Volgende thuiswedstrijd is er op 10 februari, op zondag 10 februari tegen Moes Groen. Nog een goede avond.